Hebben we er zin in? Ja. Op naar het Hollywood Center. Oh ja, dan kun je hem er langs pakken. Ja. Wil je wel smurf ijs? Hallo. Hallo. Wij zijn de... Wij maken yoghurt. Mama is daar alweer aan het lippen, kleuren en plakken. Wil je maken, mama? Een kookplaat voor Luan. Een kookplaat voor Luan? Ja, want ik wil graag een huisje en een keuken. Oh, in jouw winkel. Dan kun je ook restaurantje spelen in je winkel. Ja, en dan cool. Een beetje lopen. Nou, ja. Speel vandaag weer gezellig met ons mee. Zullen we dit even aan make-upje? Hey. Het is het prinses. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Ja. Kijk eens. Ik heb hier een kastje neergezet. Met een kookplaat heb ik even opgetekend. Want Luan, die wou tekenen, of hij wou koken, hè? Mama, dat is mijn lippenstift. Ja, lippenstift. Yeah. Nee, ik ben heel blij. Nee, ik ben heel blij. Nou, nee. De kinderen zijn nog even lekker samen aan het spelen. Zeg maar tot straks, Woesel en Pip. Wij gaan er even op uit. Andere mouw. Andere mouw. Ja. Goed zo. Nou, we gaan eventjes erop uit. Het is lekker weer en we hadden zoiets van, weet je, we gaan nog even lekker naar ons bootje toe. Misschien wel een van de laatste weekendjes dat we überhaupt nog met ons het bootje kunnen varen, want het is nu lekker weer. En de vakantie is straks afgelopen. Het is natuurlijk nu wel weekend. Dus we gaan even lekker bootje varen met ons bootje door Zwolle heen. En misschien nog wel een lekker ijsje halen. En in de binnenstad, hebben jullie daar zin in? Ja. Ja? Oké. Oké, daar gaan we. Nou, wij zijn even onze oppashond Joost aan het uitlaten. Voor degenen die ons lang volgen weten dat, maar we hebben ook nog een oppashond, Joost, die hadden we al een tijdje. Die gaan we nu eerst eventjes uitlaten, want waar Joost woont, daar is ook ons bootje. Dus die laten we even uit en daarna gaan we lekker varen. We hebben trouwens niet onze puppies meegenomen, omdat we door het centrum heen gaan varen. En ja, dat is voor de puppies niet zo fijn, dus die gaan we straks weer lekker uitlaten als ze thuis zijn. Kom maar, Sil. Kom maar. Kom. Nee, kom. Niet water is gevaarlijk. Kom maar. Dus we gaan eerst eventjes lekker wandelen. Kom maar, klein wandelingetje. Kom maar. Dus we gaan eerst eventjes lekker een blokje om. En daarna gaan we varen met ons bootje. Nou, Joost is wel een formaatje groter dan Woesel en Pip, zoals jullie zien. Luan kan er zo wat op rijden. Hallo, Luan? Maar Joost is heel lief, hè? Joost ziet er zo. Ja. Joost is echt een grote knuffelhond. Wij zitten op ons klompenbootje. Voor degenen die dit nog niet weten, we hebben eigenlijk twee bootjes. Een bootje, we noemen het ons klompenbootje. Het is een waterlandertje, je kunt erop slapen. Het heeft een keukentje, ik zal het zo even laten zien. En we hebben gewoon een Zodiac bootje. Dat is een bootje met een motortje. En dan kunnen we gewoon door kleine wateren varen, zeg maar. Maar dit bootje... Dit hebben we altijd gehad in Giethoorn. Alleen dat plekje daar is in brand geweest. Nou, daar konden we niet meer veilig liggen. Dus nu liggen we hier. Dus gewoon een privéplekje van dus degene van wie onze oppashond is. En eigenlijk kan het motortje van ons bootje ook niet meer varen. Dus we kunnen niet echt varen met het bootje. Hoi. Dus we hebben hem eigenlijk gewoon hier neergelegd. En deze zomer hebben we niet heel erg veel gebruik gemaakt van dit bootje. Wel van ons rubberbootje. Die ligt daar. Okay, zo kun je het zien. Die ligt daar, dat bootje. En Daniel gaat nu even het water eruit scheppen. Aangezien er best wel wat regen is geweest, gaat hij dus even het water eruit halen. En dan kunnen we zo meteen een rondje varen. En ik zal jullie eventjes dit bootje laten zien. Dit bootje hebben Daniel en ik eigenlijk al. Dit gebruiken we dus gewoon van de familie. En we gebruiken het eigenlijk al vanaf dat we samen zijn en nog geen kinderen hebben. Dus Luan heeft hier als baby geslapen. Lucilla, het is echt een beetje ons vakantiebootje geworden. En ja, wel jammer op zich dat we Giethoorn niet meer hebben. Maar goed, we hebben deze vakantie ook allemaal andere vakanties en dat soort dingen gedaan. Dus in dat opzicht, ja, wel jammer. Maar goed, ja, dat andere bootje, daar gaan we wel heel graag mee varen. Maar voor degene die het bootje niet kent, ik zal even een korte rondleiding geven in het bootje. Ik zal eerst even buiten laten zien. Zo ziet hij er vanaf de buitenkant uit. Dus een klein waterlandertje. Daar ligt het ons andere rubberbootje, wat Daniel nou water uit gaat halen.
En dan gaan we hier naar binnen toe. Dan hebben we hier een bankje, dat kan je uitklappen. En dan is het een bed en daar slapen Daniel en ik dan. Hier heb je het kajuitje, hier kan je varen. Hier heb je het stuur, zeg maar, want hier kan je dan varen. Daar kan je naar binnen toe. Hier heb je een keukentje. Ja, heel klein. Een schattig keukentje. Kijken. Schattig, hè? En hier heb je dan een zitje. Dat is een beetje ons eten gebeuren. En dat is dan het bed van Leon en Lucilla. Daar slapen ze eigenlijk. Hebben ze altijd geslapen samen. En dit is dan het bed waar de kinderen slapen. Dan heb je hier ook nog een klein mini badkamertje met een wc'tje. Super schattig bootje. En ik krijg altijd een heel fijn gevoel als ik hier ben. Omdat we hier super leuke herinneringen aan hebben. Het is aan de ene kant wel jammer dat we niet meer zo vaak hier zijn. Maar goed, aan de andere kant zijn er ook weer nieuwe dingen. Dus we eten hier even lekker een bakje chips. Kijk, Leon had al een bakje chips. Hier, een lekker bakje chips. Terwijl Daniel het andere bootje water schoonmaakt. Deze. Nou, mama, deze is van mama. Nee, kijk. En dan gaan we zo even varen aan de Zwolle. Jongens. Ja? Dit is eigenlijk papa en mama's bed, maar dat moet je eigenlijk opmaken. Ja, die moet je dan nog opmaken. Zee, moet die dicht? Nou, laat het deurtje maar open. Ja, omdat het zoveel heeft geregend, loopt het bootje wel iedere keer onder water. Zit ik moet Daniel het regenwater eruit halen. Oh, ik voel druppels. Ja. Ik voel serieus druppels. Het gaat regenen. Ik voel serieus druppels. Ah. En ik heb een heel koud ding aan. Gelukkig heb ik wel een vestje mee. Maar goed, als het gaat regenen, ga ik niet varen hoor. Nou ja, we gaan eventjes. Ik ga met de kinderen eventjes hier in het bootje spelen. Hallo. Wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie hier aan het spelen? Ja. Wij doen alsof dat hier helemaal dicht zit en dat niemand in een kassa mag. Oh, is dit een kassa? Dit is onze grote kassa. Oh. Hallo, nu komt Lucilla aan. Is Lucilla de kapitein? Ja. Is Lucilla de kapitein? Waar gaat de reis naartoe? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Ik heb nog een oude speelgoeddoos gevonden van de kinderen. Met die hele grote blokken erin. Van Lego. Kijk, deze. Die hebben ze zoveel mee gespeeld toen ze nog wat kleiner waren. Nou, wat grappig. Ik vind het nou weer. Dit was een nep. Eigenlijk nepfunk. Ja. Want die had ik gekocht bij de rommelmarkt. Ja, dat klopt. Dat weet je nog goed, jongen. Wat knap. Grappig, hè? Ja. Ja, kun je mee feunen. Ja, die fotocamera. Weet wij? Koekoek. En dit is ook nog. Kijk, dit was een kwaad. Jammie. Hey, mag ik een snoepje? Foto maken? Dus je lekker een snoepje? Ja, en die. Eentje, hè? Niet de hele pot, hè? Nou, 1, 2 kiezen. Wat wil je hebben? Die? Oké. Eén uurtje later en papa is ook zover. De boot is leeggeschept, opgepompt en de motor loopt. Dus wij gaan eventjes naar de binnenstad. Een ijsje eten, denk ik, betalen we niet. Nou jongens, gelukkig is het toch gestopt met regenen. Kunnen we nog lekker een rondje varen? Hebben we er zin in? Ja! Gaan we varen, Leon Zillen? Ja! Oké, op naar het Hollywood Centrum.
Hé, hey, zeggen we tot straks, motorboot. Tot straks, motorboot. Nou. Nou, Lucilla. Mooi, hè? Dat is leuk. Wat zeg je dan? Dankjewel. Papa. Vergeet niet te abonneren. Tot morgen. Tot morgen. Doeg.